Dus de belangrijkste bevindingen van de Stadsmonitor over ondernemen in de centrumsteden zijn: ten eerste, steden zijn kernen van welvaartscreatie en arbeidsproductiviteit. Steden staan in voor een groot deel van de geproduceerde welvaart in Vlaanderen. Een toename is wenselijk omwille van het belang van een sterk economisch draagvlak. Tussen de steden zijn er grote verschillen. Toppers zijn Leuven, Gent en Turnhout. Aalst zit als enige stad onder het Vlaamse gemiddelde. Een factor die hierbij een belangrijke rol speelt is de uitgaande pendel. Dus inwoners die in een andere stad werken, dragen daar immers bij tot de toegevoegde waarde. Dat hebben we daar straks ook gezien bij de algemene presentatie. Steden zijn globaal ook arbeidsproductiever, dus de toegevoegde waarde per werknemer. Deze indicator is een maat voor efficiëntie van de werkgelegenheid. Een toename betekent dat de hoeveelheid beschikbare arbeidskrachten meer welvaart realiseren. Andermaal zijn er opmerkelijke verschillen tussen de steden. Hoger in Antwerpen en Leuven, maar in 7 steden lager dan het Vlaamse gemiddelde. Steden die zich ontwikkelen, dat is dan de tweede bevinding, steden die zich ontwikkelen als aantrekkingspolen met een hoge werk- en leefkwaliteit, bieden ruimte aan diverse vormen van creativiteit op technologisch, economisch en cultureel vlak. Volgens de achterliggende visie kan creativiteit in diverse vormen bijdragen tot de ontwikkeling van steden als aantrekkingspolen. De tewerkstelling van werknemers en zelfstandigen in een kennisintensieve en creatieve sector bevindt zich in de visiematrix onder een gezond economisch weefsel. De kennisintensieve en creatieve sectoren werden bepaald op basis van OESO en Eurostat-definitie. Nu, de indicator, er zijn verschillende indicators, maar bijvoorbeeld de indicator tewerkstelling in kennis en creativiteit, werknemers en zelfstandigen, zien we dat eind 2012 waren de kennisintensieve en creatieve sectoren goed voor gemiddeld 12,2% van de totale bezorgde werkgelegenheid in de 13 steden. De werkstellingsgraad in de kennisintensieve en creatieve sectoren ligt op een lichtjes hoger pijl in de 13 steden vergeleken met heel het Vlaams gewest, namelijk 10,5% voor het hele Vlaamse gewest. Het aandeel van zelfstandigen in de kennisintensieve en creatieve sectoren in de steden bedroeg voor die periode 25,4%, wat gemiddeld veel hoger is dan in het Vlaamse gewest, dat op 15,4% belandt. Er is nog wat variatie tussen de steden. De indicator is veruit het hoogst in Genk, met 20,3%, en Mechelen, 18,9%. Voor Genk komt dit vooral door het toen nog grote gewicht van de auto-assemblage en bij Mechelen door het belang van de telecommunicatie. Sinds eind 2007 is een afname merkbaar bij de groep van werknemers. Dit komt door het dalende belang van het aandeel van de kennisintensieve sectoren die zich voornamelijk in de industrie, situeren. Het aandeel van creatieve sectoren daarentegen bleef op peil. Bij het aandeel zelfstandigen spannen Gent, Leuven en Antwerpen de kroon met meer dan 30% elk. Deze indicator stijgt echter doorheen de tijd. Dus gemiddelde toename sinds 2005. Derde bevinding is dat steden worden gekenmerkt door een breed en bloeiend ondernemingsweefsel. De visiematrix stelt dat een leefbare en duurzame stad gekenmerkt wordt door een breed en bloeiend ondernemingsweefsel dat de basis vormt voor welvaart en jobcreatie. Aangroei van de ondernemingen enerzijds en het standhouden van ondernemingen na opstart anderzijds vormen daar belangrijke elementen van. Ook het aandeel vestigingen van bedrijven met personeel is hier complementair aan. Dus de indicator netto groei van ondernemingen, en daarmee bedoelt men het verschil tussen het aantal startende en stopgezette ondernemingen ten opzichte van het totaal aantal ondernemingen, dat voor het jaar 2012, zien we dat niettegenstaande de crisis, het aantal ondernemingen ook de voorbije jaren is blijven toenemen. En dat met iets
hogere cijfers in de steden dan daarbuiten. In de loop van 2012 zijn er gemiddeld over de 13 centrumsteden 2,8 ondernemingen bijgekomen per 100 bestaande ondernemingen. Sinds 2006 bleef de nettogroei constant. De indicator ligt stelselmatig lager in heel het Vlaamse gewest in 2012 met 2,4%. Leuven en Hasselt spannen de kroon. Er is geen enkele stad met een nettoverlies van ondernemingen. Een hogere nettogroei van ondernemingen kan wijzen op een beter ondernemingsklimaat in de steden, maar het is belangrijk om ook te gaan kijken naar de overlevingsgraad van de ondernemingen. En dat is dan de slide van de overlevingsgraad. Het gaat om het aandeel startende ondernemingen met hoofdzetel in de centrumsteden die 5 jaar na opstart nog actief zijn. Deze indicator beschrijft dus de economische dynamiek van een stad. Hier ziet men een eerder omgekeerde trend. Het gemiddelde voor de 13 steden, 72,3%, ligt iets lager dan in heel het Vlaamse gewest met 74,7%. Leuven spant ook hier weer de kroon, gevolgd door Roeselare. In 2007 lag de gemiddelde overlevingsgraad voor de 13 steden het hoogst, 76,2%, gevolgd door een afname in 2010, een kleine afname, of enfin, toch een aanzienlijke afname tot 69,7%. En dat is te wijten geweest aan de verslechterde economische situatie. In 2011 veerde de indicator weer op. En dan hebben we nog de vestiging van bedrijven. De achterliggende visie daar is dat een breed en bloeiend ondernemingsweefsel verband houdt met een toename van het aantal vestigingen. Van het totaal aantal vestigingen met personeel in het Vlaamse gewest lagen er in 2013 30% in de steden. Ten opzichte van 2005 was er in 2013 een stijging van 2,2% van het aandeel vestigingen in de 13 steden. In heel het Vlaamse gewest was de groei van het aantal vestigingen over dezelfde periode wel iets hoger, 4,4%. Antwerpen kent in 2013 het grootste absolute aantal vestigingen van alle steden, maar Genk onderscheidt zich van de overige steden met een totale toename van 16% ten opzichte van 2005. De grootste klasse, in absolute getallen weliswaar, in alle steden is die van 1 tot 49 werknemers. Dat zien we in de rode blokjes. Vestigingen met 50 tot 199 werknemers, de lichtgroene blokjes, ja, kenden wel de grootste stijging sinds 2005, namelijk 23,8%. De toename van het aantal vestigingen in de 13 steden was uitsluitend te danken aan de kwartaire sector, met 21,9%. In de secundaire en tertiaire sectoren was er een afname van 4,9% voor de secundaire sector en 1,2% in de tertiaire sector. En zoals iedereen wellicht weet, is de primaire sector die kent niet veel vestigingen in de steden. Dan hebben we nog de startende zelfstandigen. Dat is tot slot eigenlijk, zoomen we eens in op de startende zelfstandigen. In 2014 richtte 25% zijn zaak op in een centrumstad. Over de sectoren heen zijn er in die centrumsteden relatief meer starters terug te vinden. Dat staat ook aangegeven op de slide. In de vervoerssector, de horeca, de ICT-sector, vrije beroepen en wetenschappen, onderwijs en de culturele sector. In de centrumsteden was 52% van de starters zelfstandigen in 2014 jonger dan 35 jaar. Dit is een hoger aandeel vergeleken met het Vlaamse gewest, dat is met 49%. Binnen de centrumsteden zien we wel een grote variatie. Van 41% in Turnhout tot 57% bijvoorbeeld voor Gent. Vrouwelijke starters zijn in de minderheid. 40% van de startende zelfstandigen in de centrumsteden zijn vrouwelijk. Dit is lichtjes beter dan het Vlaamse gewest, met 39%. De uiterste vinden we terug bij Aalst, met 33% en Genk met 46%.
Per sector lopen de verschillen sterk uiteen. Typische sectoren waar vrouwen het beter doen zijn onderwijs, maatschappelijke dienstverlening en overige diensten. En vooral dan zitten we al direct bij de conclusies. Dat zijn de conclusies. Maar er staat één conclusie niet bij. Daarmee ga ik starten. De 13 steden zijn anno 2013 samen goed voor 25% van de totale bevolking van het Vlaamse gewest, maar voor 36% van het totale Vlaamse bruto binnenlands product en voor 33% van de totale Vlaamse werkgelegenheid. En dan de andere conclusies zal ik ook even overlopen. De steden staan in voor een groot deel van de geproduceerde welvaart in Vlaanderen. Een hogere nettogroei van ondernemingen kan wijzen op een beter ondernemingsklimaat in de steden, maar aan de andere kant zijn de overlevingsgraden in de 13 steden dan weer gemiddeld iets lager. De tewerkstellingsgraad in kennisintensieve en creatieve sectoren ligt op een hoger pijl in de 13 steden, met onderling soms grote verschillen. En 1/4 van de zelfstandigen start een zaak in een stad.